Dit is Joop Gankema, de man achter de jaarlijkse conferentie Opwekking. Zo'n 60.000 gasten bezoeken dit evenement om met elkaar het Pinksterfeest te vieren. Als directeur van Stichting Opwekking maakt hij zich sterk voor de Pinksterbeweging in Nederland. Nou, de leeftijd waarop iemand AOW krijgt moet 65 blijven, in ieder geval tot 2020. Nou, ik ben zelf bijna in de doelgroep, zeg maar. Ik word deze maand 63, dus na 2 jaar geldt het voor mij. Toch heb ik gezegd geen van beide. En waarom? Ik vind dat gezien de omstandigheden waar we economisch op dit moment in zijn, dat er inderdaad in die hele pensioen- en ouderdomsvoorziening ingegrepen moet en kan worden. We hebben het ongelooflijk goed in dit land en een stukje langer doorwerken is helemaal niet zo heftig. Natuurlijk zijn er groepen in de samenleving die extra zwaar werk leveren die daar van uitgesloten zouden kunnen zijn. Vandaar dat ik zeg geen van beide. Het is niet zomaar een hard verhaal waar je in stapt. Maar ik ben wel van mening dat er wat moet gebeuren, ja. De tweede stelling is, de regering moet de reiskostenvergoeding gaan belasten, ook voor het openbaar vervoer. Nou, daar ben ik het totaal niet mee eens. Ik vind dat mensen die voor hun werk onderweg moeten, die nog eens een keer extra zwaar belast moeten worden om op de plek van bestemming te komen. Nou, ik ben heel benieuwd wat het voor mij betekent. Hey. Dat past bij mij. Ja, ik voel me thuis bij die club. Dat is gewoon zo. Dat, ze staan voor dingen waar ik ook voor sta in het leven. En dat vind ik heel belangrijk. En natuurlijk een stemwijzer en ook een programma wat zij schrijven is heel subjectief. Je kunt niet overal, hè. We leven in een democratie. Je moet mee toch met wat er gebeurt in de politiek. Maar ik vind dat zij een goede en uitgesproken mening hebben. En, daar kan ik me heel goed in vinden.